Volgens mij zijn we live. Goedemiddag is het net. Hallo, ik hoop dat je bent ingetuned. Want we gaan het hebben over pensioenen. Dit is Bas Mulders. Dit is de man die de afgelopen weken met niks anders bezig is geweest dan pensioenen. En het is vandaag een super, super heugelijke dag voor hem. Want hij is een jaar Kamerlid. Hey! Ik ben blij dat je zelf zo enthousiast erover bent. Collega's dat, maar die zijn hier niet. Nee. Gefeliciteerd. Thanks. Het is een bijzonder jaar, wat je kan afsluiten met een pensioenakkoord. We gaan al jullie vragen beantwoorden. En voordat we dat doen, dacht ik, is het misschien even goed om aan te geven, waarom heeft GroenLinks eigenlijk steun gegeven aan dit akkoord? Afgelopen weken, eigenlijk maanden, maar zeker de afgelopen weken heel intensief, is Paul met de minister van de Sociale Zaken, Wouter Koolmees, voortdurend in gesprek geweest over die pensioenen. Om te kijken, hoe kunnen we er nou voor zorgen dat het echt eerlijker en beter wordt? En wij denken dat het is gelukt. Een aantal jaar geleden hebben we besloten dat de AOW-leeftijd zou moeten stijgen. Dat is eigenlijk heel logisch, want als je met elkaar allemaal ouder wordt, is het logisch dat die AOW-leeftijd stijgt. Maar we maakten toen wel een hele belangrijke belofte, namelijk dat mensen in zware beroepen eerder zouden moeten stoppen met werken. En tot gisteren was die belofte niet waargemaakt. En dat is echt verkeerd geweest. En daarom zijn we heel blij dat die belofte nu wel waargemaakt kan worden, dat mensen straks tot 3 jaar eerder kunnen stoppen met werken. En wat we ook zien in Nederland is dat heel veel mensen geen pensioen opbouwen en dat het voor hen slecht geregeld is. En ook voor al deze mensen moest het beter en dat is gelukt. Straks gaan er meer mensen pensioen opbouwen. En als je het hebt over pensioenen, dan heb je het eigenlijk over sociale zekerheid. Hè? Over de zekerheid die mensen hebben op hun inkomen. En dat heb je niet alleen nodig als je ouder wordt, maar bijvoorbeeld ook als je ziek wordt. En daarom zijn we ook heel blij dat er een arbeidsongeschiktheidsverzekering komt voor alle werkenden in Nederland. Dat even in een notendop als het gaat over het pensioenakkoord. Volgens mij ben ik nog lang genoeg aan het woord geweest. Zullen we naar de eerste vraag gaan? Kijk, op deze Zeker. Magic iPad komen ze... Dat hij het even naar die doet. Tenminste, hij is nog niet live op Facebook. Mochten we wel live zijn, er wordt nu door Eva gezegd dat we misschien niet live zijn. Jesse net zo zijn best gedaan. Sorry. Nou, in ieder geval komt op deze iPad komen allemaal magische vragen binnen. Anders beginnen we dadelijk opnieuw. Ja. Ja, kijk, volgens mij zijn we er gewoon. We gaan, weet je wat, wij gaan gewoon door. Zullen we naar de eerste vraag gaan? Zeker. De eerste vraag is van Lisa. En die vraagt of dit akkoord nou beter is voor eigenlijk jonge mensen of voor wat oudere mensen. Ik vind, we hebben natuurlijk afgelopen maanden hierover gepraat. Ik vind het heel interessant om de krant hierover te lezen. Want de NOS zegt het is supergoed voor jongeren. De Volkskrant zegt het is supergoed voor ouderen. Ik denk dat de waarheid eigenlijk een beetje in het midden ligt. En dat is ook wel waar ons als GroenLinks voor hebben ingespannen. Er komt dadelijk een nieuw pensioencontract. Dat zijn eigenlijk de regels rondom het pensioenstelsel. Nu is het zo dat je als jongere eigenlijk net iets meer betaalt van wat je later terugkrijgt. Dat wordt afgeschaft. Of in ieder geval omgezet. Dat klinkt heel goed voor jongeren. Maar dan moeten we in de uitwerking wel naar kijken dat dat op een manier gebeurt dat weer niet slecht is voor ouderen. En daar zullen we ook als partij heel erg op gaan letten. Nou, er gebeuren een aantal dingen met de AOW-leeftijd. Jesse zei het net al. Dat is op korte termijn ook heel gunstig voor ouderen. Er zijn gewoon een aantal mensen die 8 maanden eerder kunnen stoppen met werken. Mensen met zware beroepen kunnen 3 jaar eerder stoppen met werken. Dus daar profiteren vooral ouderen van. Maar ook mensen die zich jarenlang keihard hebben ingezet voor de samenleving. Maar wat misschien nog wel belangrijker is, en in ieder geval financieel veel duurder ook. Het kost namelijk 3 miljard structureel. Is dat de koppeling tussen de levensverwachting en de AOW-leeftijd wordt losgelaten. Er is een aantal jaar geleden afgesproken dat ieder jaar dat je langer leeft, dat je ook een jaar langer moet werken. Nou, dat is nogal heftig, want je werkt natuurlijk niet heel je leven. Je gaat eerst naar school en daarna ga je met pensioen. Dus die koppeling die klopt niet en dat voelen we allemaal. En wat we daar nu voor hebben afgesproken is dat ieder jaar dat je langer leeft, dat je 8 maanden langer hoeft te werken. En daar hebben ook jongeren met name iets heel veel aan. Want de levensverwachting wordt alleen maar hoger. En dat betekent voor ons, bijvoorbeeld concreet, wij zijn allebei begin 30, dat we niet tot ergens in onze 70ste door moeten met werken, maar dat we echt een aantal jaar eerder kunnen stoppen. Nou, niet dat dat voor ons persoonlijk nou zo belangrijk is, maar ik kan me wel voorstellen dat als je nu net begint als starter op de arbeidsmarkt, dat je het idee hebt dat er ooit een einde aan komt, dat dat toch wel heel prettig is. En als het gaat, hè, als je de vraag stelt voor wie is dit nou beter, hè, voor jongeren of voor ouderen, ik probeer die vraag altijd een beetje te voorkomen. En dat heeft ermee te maken dat ik geen strijd wil tussen generaties. En een paar jaar geleden heb ik ook een generatiepact hebben wij voorgesteld.
Omdat als het gaat over beleid of pensioenen bijvoorbeeld, dan lijkt er altijd een enorm battle te gaande te zijn tussen grootouders en hun kleinkinderen. Terwijl als je iemand gewoon vraagt, vind je eigenlijk dat jouw ouders of jouw grootouders, dat die nou misschien wel iets eerder zouden mogen stoppen met werken, dan zeggen ze eigenlijk allemaal ja. En als je aan grootouders vraagt, weet je, vind je het misschien goed dat we iets veranderen aan jouw pensioen, zodat jouw kinderen straks ook en jouw kleinkinderen ook een goed pensioen hebben, dan snappen ze dat eigenlijk ook. En bij pensioenen denk je al heel snel aan iets heel abstracts, maar uiteindelijk gaat het gewoon over, we hebben met elkaar een pot geld en die moeten we over heel veel jaren verdelen. En hoe zorgen we ervoor dat en onze ouders en grootouders het goed hebben, maar ook de kinderen en de kleinkinderen. En die balans, die moeten we zoeken. En zodra je gaat denken in, het is een strijd tussen jongeren en ouderen en iemand moet die winnen, volgens mij gaat het dan verkeerd. En wij willen in ieder geval die strijd niet voeren, omdat ik vind dat wij moeten zorgen voor onze ouders en grootouders. Als ouder vind ik dat ik ook moet zorgen voor mijn kinderen en dat zij het straks goed hebben. Ja. Volgende vraag. Gijs die vraagt zich af wat nou een zwaar beroep is. En of dat dan gaat alleen over fysiek werk, dus bijvoorbeeld bouwvakkers, of ook over dingen die gewoon mentaal heel erg zwaar zijn. Het eerlijke antwoord daarop is dat wij dat niet gaan bepalen als politiek. Ook omdat dat ongelooflijk ingewikkeld is. Wat wij als politiek wel kunnen doen, en dat gebeurt ook met dit pensioenakkoord, is zorgen dat de mensen eerder kunnen stoppen met werken. Op dit moment moet er een boete betaald worden als je eerder wil kunnen stoppen met werken. Die boete gaat voor 3 jaar van tafel, 3 jaar voor pensioenleeftijd. Dat betekent dus dat je in principe 3 jaar eerder kan stoppen met werken. En daar komt nog eens bij dat er een fonds van 800 miljoen euro beschikbaar komt om te zorgen dat mensen die mogelijk met een pensioengat te maken krijgen of voor wie het toch nog te ingewikkeld is om eerder te stoppen met werken, dat die ook dat vanuit de overheid wordt mogelijk gemaakt. Eigenlijk komt er weer een soort van vroegpensioen terug. Ja, volgens mij is het kabinet een beetje terughoudend om dat zo te noemen, maar het komt er wel op neer. Het is het wel. En dat is dus voor ons ook ongelooflijk belangrijk, juist vanwege wat Jesse net zei, dat mensen met zware beroepen eerder kunnen stoppen met werken. Maar wat dus een zwaar beroep is, dat moeten wij hier niet in Den Haag gaan bepalen. Dat gaat besproken worden tussen de werkgevers en de werknemers samen. En dat gaat komend jaar gebeuren. Dus ik zou zeggen, meld je bij je werkgever als je denkt dat je een zwaar beroep hebt. En wie weet gaat het voor jou werken. Wij doen er in ieder geval alles aan om te zorgen dat het gaat werken. Ik zie, mag ik ook vragen eigenlijk? Jij kan het gewoon kijken. Was dat in het concept eigenlijk van deze hele vragenronde? Eva kijkt weer een stuk relaxer. Dus volgens mij gaat het nu goed. Gaat, ja, hij doet het gewoon. Ja? Oh, kijk, heel goed. Ik heb het gevoel dat Eva, die doet bij ons alle social media, die heeft ook een zwaar beroep vandaag, krijg je de indruk. Maar die moet nog even door. Louise vraagt, dat vind ik leuk, mensen moeten niet alleen eerder kunnen stoppen met werken, maar ze moeten er ook voor kunnen kiezen om langer door te werken. Dat is ook een belangrijk punt. Uiteindelijk gaat het over de vrijheid die mensen hebben om hun leven vorm te geven. En wat ik zelf altijd raar heb gevonden is dat er 1 moment in de tijd is voor iedereen waarop je werkzame leven voorbij is. En ik vind dat daar meer ruimte in moet zijn, want mensen verschillen gewoon. En tot nu toe is er altijd wel de mogelijkheid geweest, bijna overal wel de mogelijkheid geweest om langer door te werken. Ik geloof bijvoorbeeld heel erg in deeltijdpensioen, dus dat je deels al wat pensioen opneemt, maar ook nog daarnaast blijft werken. Maar tot nu toe was het gewoon echt niet mogelijk voor heel veel mensen om eerder te stoppen. Ja, dat kon als je een hele grote spaarpot zelf had, maar als je dat niet had, dan zat je vast. En nu brengen we dat weer in evenwicht, zodat je mensen die langer willen doorwerken, langer kunnen doorwerken, maar ook mensen die gewoon echt op zijn en eerder willen stoppen, dat ook mogelijk is. Ja. Evelien, die stelt een vraag over op welke manier het opbouwen van pensioen van ZZP'ers gemakkelijk wordt gemaakt. Dat is ook een punt waar wij ons heel erg voor hebben ingezet. Omdat je ziet dat veel mensen zeggen, we hebben het beste pensioenstelsel ter wereld als Nederland, maar je ziet wel dat er een trend is dat steeds minder mensen pensioen opbouwen. Nou, dat is niet goed voor het beste pensioenstelsel ter wereld. En een van de afspraken die nu gemaakt wordt, is dus dat ZZP'ers bijvoorbeeld makkelijker pensioen kunnen opbouwen. Daar worden allerlei belastingregels voor aangepast, zodat dat ook echt financieel aantrekkelijker wordt. En je krijgt bijvoorbeeld dadelijk ook de mogelijkheid als ZZP'er om op het moment dat je ZZP'er wordt, in het pensioenfonds te blijven waar je al zit. Eigenlijk gewoon van de sector waarin je werkzaam was. Nou, dat kun je zelf kiezen, heel veel keuzevrijheid, maar dat wordt in ieder geval makkelijker gemaakt. En als we heel eerlijk zijn, dit is ook geen grote politieke overwinning of zo voor ons, omdat eigenlijk alle partijen zien dat je dat gewoon makkelijker moet maken. De arbeidsmarkt verandert en dan moet je ook als overheid moet je daarin meegaan.
En het doel is dat meer mensen pensioen gaan opbouwen. Als GroenLinks zetten we ons daar ontzettend hard voor in. Het is natuurlijk belangrijk dat mensen in de uitzendbranche met een uitzendcontract pensioen gaan opbouwen. Nou, dat wordt ook nog een flinke discussie die we hopelijk gaan winnen. Maar voor ZZP'ers gaan we het in ieder geval makkelijker maken. Misschien is dat een mooi bruggetje om... Ik zie een aantal vragen binnenkomen als het gaat over de arbeidsongeschiktheidsverzekering. Ja. En dat zijn die vragen variëren van... is dit wel betaalbaar? Moet ik nou zo'n verzekering straks hebben? Geef eens wat helderheid. Wat is nou eigenlijk afgesproken, Paul? Ja, nee, dus inderdaad de meeste vragen, ook gisteren al op Twitter en op Facebook, gaan over de arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ZZP'ers. In ieder geval zo staat die nu in het akkoord. Het is ook een onderwerp waar we als GroenLinks al heel lang mee bezig zijn. Ja. Ook met veel ZZP'ers over gesproken hebben. En dat komt eigenlijk omdat je... Kijk, we leven in een beschaafd land als Nederland. En we willen gewoon dat een aantal dingen goed geregeld zijn voor iedereen. Of je nou een vast contract hebt, of een flexcontract, of een uitzendcontract, of een payrollcontract, of dat je ZZP'er bent. En arbeidsongeschiktheid is daar misschien wel een van de meest belangrijke dingen in. Eigenlijk naast dat iedereen voldoende inkomen heeft. Daar moeten we ook gewoon voor zorgen dat dat bij iedereen goed geregeld is. Maar arbeidsongeschiktheid is dus ontzettend belangrijk. En als je nu ziet dat 1 op de 5 ZZP'ers maar een arbeidsongeschiktheidsverzekering heeft. En dan gaat rekenen hoeveel ZZP'ers zijn er en hoeveel mensen overkomt iets, zodat ze niet meer kunnen werken tijdens hun carrière. Dan is het gevolg daarvan dat we weten als we niks doen, dat 50.000 mensen, die dus ZZP'er zijn, iets gaan krijgen waardoor ze niet meer kunnen werken. Allemaal vreselijk, zeker op individueel niveau natuurlijk één groot drama. Maar dan is er niks geregeld. En dat vinden wij ook als linkse partij gewoon niet kunnen in een beschaafd land. Ik kreeg ook de vraag, hè? Verplichte verzekering, wat betekent dat nou en waarom zit dat? Dan moet ik eigenlijk een heel oldschool woord erbij halen, maar wat volgens mij actueler is dan ooit. En dat gaat over solidariteit. Als ik met ZZP'ers praat, dan krijg ik eigenlijk 2 signalen. 1. Ik moet toch niet extra gaan betalen, hè? Want eigenlijk verdien ik al zo weinig en staan mijn tarieven al zo onder druk, zeker in de culturele sector. Ik kan het er helemaal niet bij hebben dat ik een verzekering betaal. En aan de andere kant ook, ja, ik zou best wel verzekerd willen zijn, want het is heel onzeker. Als ik ziek word, dan is er helemaal geen vangnet. Maar ja, ik kan dat niet betalen en het is veel te duur. En allerlei commerciële partijen die ermee bezig zijn. Het meest eerlijke antwoord wat ik hierop kan geven is dat als we ervoor willen zorgen dat echt iedereen in Nederland, alle werkenden, verzekerd zijn tegen ongeluk, tegen ziek worden, dan moeten we het collectief doen. Dan moet je zorgen dat iedereen verzekerd is, omdat de groep dan zo groot is dat er geen risicoselectie kan gaan plaatsvinden en dat dus de prijs voor die verzekering heel laag is. En dat iedereen hem op die manier kan betalen. Dat is het grote belang en de grote winst van dat we hebben afgesproken, dat iedereen straks zo'n verzekering krijgt. Nou, dan kan ik me ook nog voorstellen dat je denkt, ja, maar ik verdien nog steeds te weinig. Een groot probleem wat er is dat ZZP'ers een slechte onderhandelingspositie hebben en dat ze gewoon echt worden uitgebuit. Ik noemde al de culturele sector, dat is echt op meer plekken gebeurd, maar dat is echt ook een sector waar dat heel, heel veel gebeurt. Daarom hebben we afgesproken dat er minimumtarieven moeten komen. Dat het helder is dat er geen eindeloze concurrentie kan zijn op hoeveel iemand verdient. Weet je, ZZP'ers zijn vakmensen. Die hebben geleerd voor hun vak, die hebben ervaring opgedaan. En daar moeten ze voor beloond worden. Ze hoeven niet allemaal niet dat iedereen een Porsche moet rijden voor het werk wat hij doet, maar gewoon een fatsoenlijk inkomen krijgen. Dat is echt niet te veel gevraagd. En ook dat is wat we moeten regelen. Dus voor iedereen die zegt, eigenlijk is het voor mij te duur. Ja, nu is het te duur, een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Wat we nu hebben afgesproken, moeten ervoor zorgen dat iedereen het krijgt. Dat het goedkoper wordt. En dat er afspraken worden gemaakt over dat er echt een minimum is wat iedereen gewoon in Nederland moet verdienen. Eens. En misschien nog een laatste aanvulling, want ik zie dat Yvonne de vraag stelt. Verzekeraars zijn commerciële bedrijven, kunnen we erop rekenen dat zij uitbetalen? Wat ons idee is hierbij, is dat het gewoon publiek gaat gebeuren. Dus dat je niet afhankelijk bent van een verzekeraar, maar dat je gewoon met de overheid zaken doet. En die gewoon op basis van objectieve criteria kijkt, heb je er wel of geen recht op. En dat kunnen wij natuurlijk ook vanuit de politiek dan aansturen en controleren, zodat het echt sociaal is. Maar verder moet ik ook eerlijk toegeven dat het nog heel erg open is hoe het precies gaat gebeuren. Dus vanaf welk moment is dat meteen al, of na een jaar of na 2 jaar, de hoogte. Is dat minimumloon of is dat op basis van wat je verdiend hebt? Dat is allemaal nog open. En daar gaan we ook heel graag met jou over in gesprek en eigenlijk met alle betrokkenen. En omdat we er zoveel vragen over hebben binnengekregen en ook omdat we van onszelf nog, nou, we moeten gewoon goed nadenken, wat zouden wij nou het liefst willen, gaan we op 2 september een bijeenkomst organiseren hier in de Tweede Kamer, waarbij iedereen is uitgenodigd.
En als het goed is, komt er ergens een aanmeldformulier. Mag ik ook komen? Jij mag ook komen, oh, zeker. Top. En wie er zeker gaat komen, en dat is echt heel erg leuk, is Paul de Beer. Die is hoogleraar arbeidsmarkt. Doet ook veel in relatie tot sociale zekerheid, loopt er heel zijn leven hierin rond. Die zal een inleiding houden op die bijeenkomst om te schetsen hoe is het vroeger geregeld, hoe is het nu geregeld en hoe zouden we het kunnen gaan regelen. En vervolgens gaan we als GroenLinks met iedereen in gesprek die dat wil over hoe we dat zo goed mogelijk kunnen doen. En ik wil bij één specifieke groep bij noemen en dat zijn de broodfondsen. Want daar hebben we heel regelmatig contact mee. Dat krijgen we nu al vragen. Bente ook, zie ik. Bente zegt, hoe wordt er omgegaan met de broodfondsen? Kijk, als GroenLinks vinden wij broodfondsen ongelooflijk sympathiek en goed. Dat je gewoon op kleine schaal risico's deelt, persoonlijk contact. Dat is eigenlijk gewoon hoe we de samenleving graag zien. En we hebben ook veel reacties gekregen vanuit broodfondsen of mensen die lid zijn van een broodfonds. Van wat betekent dit voor ons? Juist als je bij een broodfonds zit, kom ook naar die bijeenkomst. En vertrouw ons dat wij er niet op uit zijn om broodfondsen de nek om te draaien. Want die zijn hartstikke goed en hartstikke mooi. Maar we moeten wel zorgen dat het voor iedereen, dat er voor iedereen een vangnet komt. Dat was de AOV. Een Ajax-mok, nee toch, zegt Roos. Ik ben het daar zelf heel erg mee eens, want ik ben kijk, van PSV. Nu gaan we uit, nu drijven we uit elkaar. Sorry, Jesse, jongens. Jesse komt ook uit Brabant en is voor Ajax. Ik vind dat onbegrijpelijk. maar, nou goed. Ja, nee, ik zou zeggen, groene thee uit de rode Ajax-mok. Echt, het leven kon niet mooier. even kijken wat er nog meer voor vragen zijn. Via de mail komt een vraag. Hoe gaan we ervoor zorgen dat de mooie woorden ook werkelijkheid gaan worden? Very good question. Very good question. Kijk, allereerst, wat er nu ligt er een akkoord. En dan denk je, yes, dan zijn we klaar. Maar eigenlijk begint het echte werk nu pas. Want de komende jaren moet er allerlei wetgeving worden uitgewerkt. En wij zullen er echt bovenop zitten als die wetgeving wordt uitgewerkt om te kijken, hey, wacht eens even, is dit wel wat is afgesproken? En werkt het in de praktijk ook zo mooi als dat het nu op de tekentafel lijkt? Want uiteindelijk moet het in de praktijk werken. En dat betekent gewoon ons parlementaire werk hier doen. Wetten controleren, kijken of de regering zijn werk goed doet. En dat is waar we de komende tijd mee aan de slag gaan. Het eerste wetsvoorstel wat er komt, dat gaat over de AOW-leeftijd die wordt bevroren. Daarna zal het al snel gaan over de zware beroepen. Het pensioencontract, hoe dat eruit komt te zien, dat komt weer veel later. Dat is onwijs technisch. Ja, en wij gaan dat heel kritisch beschouwen. Wat gebeurt hier? Wat betekent dit? Is dit wel wat we hebben afgesproken? Om ervoor te zorgen dat we ja, alle mooie woorden die er nu staan, dat ze ook echt dat ze werkelijkheid worden. Dat is nog een hele berg werk. Maar we hebben daar vertrouwen in. Omdat we gewoon echt zien met alle mensen met wie we hierover hebben onderhandeld, dat we dezelfde kant op willen. Maar de devil is in de detail. Nou, één groot geluk. En van details. Precies, en ik zie ook, er worden vragen gesteld over dat pensioencontract. Dat is, zoals Jesse zei, ongelooflijk technisch. En ongelooflijk ingewikkeld en het gaat over bizar veel geld. In totaal zitten er in de Nederlandse pensioenfondsen gezamenlijk 1500 miljard euro. Dus zelfs als wij dat horen beginnen we een beetje te trillen omdat het zoveel geld is. 1500, dat is bijna twee keer zoveel zeg maar, als het BBP van Nederland. En wat is het BBP? 800 miljard. Maar wat... Dat is alles wat we... Sorry. Voormalig financieel woordvoerder van GroenLinks. Wat een goede vraag. dat is wat we zeg maar, met z'n allen in Nederland verdienen. Ja, dus het is ongelooflijk veel geld. En daarom moet je ook zorgen dat je er heel zorgvuldig mee omgaat. En ook vragen, en dat zijn eigenlijk ook die kranten die schrijven van... Als je dat op een andere manier gaat doen, is dat dus gunstig voor ouderen of voor jongeren? Dat gaat echt de komende anderhalf jaar... gaat er aan heel veel knopjes gedraaid worden om dat zo goed mogelijk te doen. En wat daar voor ons heel belangrijk aan is, is solidariteit, collectiviteit. Er mag op geen enkele manier discussie ontstaan of de verplichtstelling die wij in Nederland hebben, dat iedereen in principe gewoon pensioen opbouwt, dat die door dat nieuwe contract niet meer kan, dat Europa gaat zeggen dat kan niet. Daar zullen we echt fel voor gaan liggen, want dat is de basis van ons pensioencontract. En het moet ook eerlijk zijn tussen werkgevers, werknemers en tussen de verschillende generaties. Precies, en, als je, en daar zijn we ook eerlijk in, wij zijn hier niet aan het strijden voor één groep. We moeten het voor Nederland zo goed mogelijk regelen. En dat is echt de grote opgave waar we voor staan. En het linkse ideaal van solidariteit, daar is te lang geen aandacht voor geweest. En het betekent dat we voor elkaar zorgen. En dat is de hele manier waarop wij naar de uitwerking van deze pensioendeal, hoe wij daar naar kijken. Het moet niet te goed zijn voor de een en te slecht voor de ander. Het gaat echt over wat we voor elkaar betekenen. En dat is misschien ook wel een andere manier van
van praten en ook van politiek communiceren. Want heel vaak gaat het over, en jij krijgt de pensioen, en jij krijgt de pensioen, en jij krijgt het. Uiteindelijk gaat het over de balans die we vinden om het voor elkaar en voor het geheel beter te maken. Omdat een samenleving is niet de optels, is meer dan de optelsom van individuen en welke voordelen zij eruit halen. Misschien goed om een vraag van Mara te pakken. En dat is, waarom duurde het zo lang voordat een nieuw akkoord gesloten wordt? Dat is eigenlijk precies wat Jesse nu zegt. Omdat er heel veel verschillende belangen spelen. Ook omdat veel mensen een beetje in een schuttersputje zitten. Dus je denkt van, ik moet het voor de senioren doen. Of ik moet het voor die, of ik moet het voor die. Nou, in zo'n ongelooflijk ingewikkelde discussie als de pensioenen werkt dat niet. En daarom hebben wij ook geprobeerd om de verbinding te zoeken met de PvdA. Als andere linkse partij, maar ook vooral met de vakbonden. En in november was er, in ieder geval, dat werd gesuggereerd, ook al bijna een pensioenakkoord. En toen hebben wij ook al gezegd, jongens, wat er nu ligt, is dit nu echt sociaal genoeg? Wij vonden van niet, vakbonden vonden uiteindelijk ook van niet. En als je ziet wat er nu voor resultaat ligt, denk ik dat dat een heel, heel verstandig geweest is. Ja, omdat je nu ziet op een aantal punten dat het echt naar links geschoven is, dat het kabinet, dat de coalitie, maar vooral ook de werkgevers, echt water bij de wijn hebben moeten doen. Is het perfect? Nee, het is nooit perfect. Dat zullen wij de eerste zijn die dat toegeeft. Maar als je over zoveel verschillende onderwerpen een akkoord moet sluiten met zoveel verschillende partijen, dan gaat het nooit precies worden zoals je het zelf zou willen. Maar uiteindelijk hebben wij de keus gemaakt om hier ja tegen te zeggen, omdat er zoveel in zit wat voor links echt interessant is. Mensen met zware beroepen kunnen eerder stoppen met werken. De AOW-leeftijd gaat minder hard omhoog. Meer mensen worden beschermd bij pech. Er gaan meer mensen pensioen opbouwen. Uiteindelijk is het echt een forse verbetering ten opzichte van de huidige situatie. En wij zijn denk ik allebei ooit de politiek ingegaan om dingen te verbeteren. En als daar zich dan een kans toe voordoet, samen met andere linkse partijen, met de vakbonden, dan moeten we dat doen. Ja, ik zie ook de vraag, kijk, de pensioenleeftijd wordt nu bevroren, waarom niet naar beneden? Goeie vraag. Het hele, ja, ook daar is het eerlijke antwoord. Dat kost zo godsgruwelijk veel geld als we dat voor iedereen de pensioenleeftijd verlagen, dat wij denken dat dat niet te verstandig gaat, dat dat niet verstandig is. Kijk, de pensioenleeftijd gaat omlaag, hè? Tot 3 jaar kunnen mensen in zware beroepen eerder stoppen met werken. Maar ik vind dat mensen die ook langer kunnen doorwerken of die echt een heel goed inkomen hebben, ja, dat we daar niet als overheid, dus met elkaar, voor moeten gaan betalen. En waarom ik dat vind, is het volgende. Ik wil dat er heel, heel, heel veel meer geld naar het onderwijs gaat. Ik wil dat er heel, heel veel meer geld naar al die mensen gaat die in de zorg werken. Ik wil dat we de beste publieke sector hebben die er is. Dat politieagenten meer collega's krijgen. En geld is niet oneindig. En we moeten een balans zoeken in wat is voor onze samenleving het allerbeste. En ik wil investeren in die publieke sector. En ik wil zorgen dat we heel gericht investeren. En dat doen we nu door ervoor te zorgen dat mensen in zware beroepen eerder kunnen stoppen met werken. Dus dit is eigenlijk, ja, je zou kunnen zeggen, waarom gaat hij niet naar beneden? Niet voor iedereen, maar heel gericht gaat hij wel naar beneden. Juist voor die mensen die hun pensioenleeftijd niet kunnen halen. En ik vind dat eerlijk. Omdat we op die manier, ja, zorgen dat we al die wensen die we hebben kunnen waarmaken. Eens, dit was trouwens wel een punt, want ik zei naar de linkse partij, de PvdA, die ook dit akkoord steunt, waarop we bijvoorbeeld de SP zijn verloren. Een andere linkse partij waarop we eigenlijk tot het eind heel nauw mee hebben opgetrokken. Echt van, nou, gaat het lukken om met z'n drieën deze deal te sluiten? De SP, en daar moeten we ook gewoon eerlijk over zijn, zit met name in dit punt anders. Die AOW-leeftijd. En daarvan zeggen wij ook, want dat hoort ook bij linkse samenwerking. Iedere partij maakt zijn eigen afweging. Ja. En dat is goed. Ook dat is linkse samenwerking. Agree to disagree. En op andere punten gaan we vast weer super fijn samenwerken. Eens, heel graag. Ja. Nog een ander punt, en dat gaat over de positie van de vakbonden. Want er is ook in de krantenakkoord bijna rond, na 9 jaar dichtbij. Maar ook, en dat is wel interessant, het is in de lot van pensioenakkoord is in de handen van de FNV-leden. Hoe werkt dat nou eigenlijk? Als je zo die krant hebt, zeg maar, dan is het wel echt. Ik zei net toen we achter de tafel gingen zitten, het is een beetje alsof je een staatsgreep aankondigt. Als je dat van die lamp in een geïmproviseerd studio. Als je dan zo'n krant erbij houdt, dan is het wel helemaal. Nou, leg uit, elke commandant. We hadden ze op tafel kunnen leggen misschien. Ja, dat was meer een ochtend. Een soort van een krantbespreking. Wat heb jij vanochtend gelezen? Ja. Ja. Oh.
Ik heb gelezen dat Helmond Sport een nieuwe trainer. Nee, dat... Heeft Helmond Sport een nieuwe trainer? Zeker. Dat was nodig ook, want ze waren laatste afgelopen jaar. Dat was een beetje pijnlijk. Paul is in een vorig leven wethouder geweest. Is Borre getogen in Helmond en is daar wethouder geweest. Eens. Dus die houdt dat nog steeds... Gevoelig punt. Helmond Sport laatste en PSV ging kampioen. Dat was voor mij niet het beste jaar, maar verder... Verder heb ik me goed voor de rest heb je een goed jaar als Kamerlid gehad, precies, toch? Zeker. Ja, absoluut. En? Of mag ik dat direct niet zeggen? Dat mag wel, zeker. Het heeft op Facebook gestaan, dus... Is die jongen wel gaan trouwen? Zeker. Volgend jaar, ja. Was superleuk. Nee, heel blij. Dus. Superleuk. Maar we hadden het over de FNV. Over de vakbonden. Want het pensioenen in Nederland zijn niet helemaal alleen van de politiek. Of eigenlijk helemaal niet. Dat is voor ons misschien lastig om ons te realiseren, want wij denken altijd dat we overal overgaan. In ieder geval, we proberen dat vaak te doen. Maar pensioenen in Nederland zijn primair afspraken omdat het eigenlijk uitgesteld loon is tussen werkgevers en werknemers. En natuurlijk is de politiek en de overheid daar heel relevant in. Bijvoorbeeld als het gaat over de AOW-leeftijd, maar in principe het pensioen zelf, werkgevers, werknemers. Die hebben ook met elkaar nu een akkoord gesloten. En zoals het eigenlijk in een democratie gaat, wordt zo'n akkoord dan voorgelegd aan de achterban van die organisaties. Want nou, de bestuurders van de FNV die hebben gezegd, wij vinden dit een heel goed akkoord en wij gaan dit verdedigen. Die kunnen dat ook helemaal niet in eentje besluiten. En dat is denk ik ook heel goed en heel gezond. En dat is de reden dat de leden van de FNV, maar ook van CNV en VCP, de andere vakbonden, komende week mogen gaan stemmen. En dat is dus een referendum. Ik ben benieuwd of Thierry Baudet, ik zag dat hij voortaan FNV-hesjes heeft, of die ook mee gaat doen. Maar die mogen dan beslissen of ze dit pensioenakkoord steunen of niet. En als de meerderheid zegt, wij vinden dit een goede deal, dan gaat het door. Als de meerderheid zegt, wij willen dit niet, dan gaat het niet door. En op dat vlak zou ik ook willen zeggen van informeer je als FNV-lid. Want er gaan ook, nou, de kranten staan natuurlijk vol mij, maar ook online, er gaan allerlei verhalen rond van dit is wel goed en dit is niet goed en dit is slecht. Het is duidelijk hoe wij erin staan. Ik denk ook tijdens dit gesprek. Wij zijn er blij mee. Zullen de uitwerking heel goed blijven volgen, maar het is echt een stap de goede kant op. Maar laat je gewoon goed informeren. En stel dat je geen FNV-lid bent, dat moet ik wel toegeven, dat hebben ze wel slim gedaan. Dan kun je nog tot morgen lid worden en dan kun je toch nog meestemmen. Dus het is een soort van ledenwerfactie. Van de FNV. Maar het is ook wel weer mooi. Want als jij zegt van ik ben echt super fel tegen dit akkoord. En ik wil daar ook wat over te zeggen hebben. Kan dat? Als je zegt van nou ik vind dit een prachtdeal. En dit moet na al die jaren. Want er is dus 9 jaar over gesproken. Moet het echt doorgaan. Dan kun je ook gewoon lid worden van de FNV. En kun je meestemmen. Ja, en mocht je al lid zijn van de FNV. Ik ben me trouwens benieuwd. Laat het even achter in de comments. Ik zou willen zeggen, de komende tijd gaan er allerlei mensen je waarschijnlijk bang maken. Die gaan zeggen, als je dit akkoord niet steunt, dan vergaat de wereld. Of mensen die tegenovergestelde zeggen, als je dit akkoord steunt, dan is het afgelopen met ons. En het is gewoon allebei niet helemaal waar. Ik zou zeggen, volg je hart. Laat je goed informeren. Ik denk echt dat hier een heel goed akkoord ligt. En dat er echt hele mooie punten in zitten. En dat we ervoor zorgen dat bijvoorbeeld die mensen in zware beroepen eerder kunnen stoppen met werken. Is dit misschien alles wat je wilde? Nee, dat kan ik me ook helemaal voorstellen. Maar het is goed. Het zit goed in elkaar en het deugt. Maar laat je alsjeblieft niet bang maken. Niet door de voorstanders, niet door de tegenstanders. Volg je hart. Maak je eigen keuze. Informeer je. Wij zullen proberen, niet alleen in deze Q&A, maar alle vragen die je hebt, zoveel mogelijk te beantwoorden. En dan ben ik ervan overtuigd dat het goed gaat komen. En dat deze deal er uiteindelijk gaat komen. Het is denk ik echt, ja, echt een mooi akkoord. Eens. Volgens mij zijn we er. Dan gaan we afsluiten. Als je nog vragen hebt, ook na deze Q&A, stel ze vooral. vragen@groenlinks.nl. Wij zorgen dat je een antwoord krijgt. En ik hoop dus echt van harte... Hij gaat de hele nacht doorwerken, heeft hij me beloofd, om alles te beantwoorden. Ik was eigenlijk van plan om een beetje bij te gaan slapen de afgelopen week. Nee, dat kan niet, want je moet meer vragen beantwoorden. Ja, maar dat kan misschien straks en anders morgen ook nog. Oké, nou vooruit. En wat met name over ZZP... En de arbeidsongeschiktheidsverzekering, dat is echt het punt. Nou, dat zien we nu, maar ook echt op social media waar wij de meeste vragen over krijgen. Kom vooral naar 2 september. Hier in de Tweede Kamer met Paul de Beer, hoogleraar, die daar heel veel van af weet. Maar ook met ons als Kamerfractie. En Paul Smulders. Zeker, daarover in gesprek. Komt er nog een Paul? Dat weet ik niet. Het zou goed zijn, ik vind het mooi eigenlijk 3 Paulen. Misschien kunnen we Paul Roosemuller vragen. Kijk. Dat zou leuk zijn.
Kom 2 september, daar komen 3 paulen je alles vertellen over de pensioenen. Vertellen. En kan je alles vragen wat je wil. Precies. En kan je het gesprek hebben. Dat is en het aanmeldlinkje, dat wordt geplaatst onder deze livestream. Dan dus willen ze altijd dat je zo doet. Zo. Het ziet er gek uit, toch? Ja, het ziet er, maar ja, wordt daar. Ik vind dat je dat heel natuurlijk doet. Ja, nou. Ja. Kan je het nog een keer? Kan je nog dat ga ik niet nog aan doen. Meld je vooral aan. En als je vragen hebt, laat het ons weten. Wij zijn in ieder geval enthousiast over dit pensioenakkoord. We hopen dat het gaat vliegen. En dat weten we binnen een week. Houdoe.